Leroy, je bent weer begonnen deze week met Feyenoord. Is het pittig? Ja, dat is normaal bij een voorbereiding. Het is natuurlijk wel een beetje inkomen, maar conditioneel weer bijspijkeren. En dat is altijd pittig. Ja, dat is het teken altijd van de voorbereiding. Hè? Dat is vaak ook de periode waar voetballers eigenlijk... Je weet, het moet. Het is een noodzakelijk kwaad. Ja, klopt. Maar ja, om fit te worden moet je hard trainen. En dat doen we goed. Natuurlijk in overleg met de medische staf, maar ja, altijd proberen tot het gaatje te gaan. Ja, in het schema zien we dat het best wel een volgepakt seizoen gaat worden. Hè? Is dat iets waar je qua trainingsintensiteit rekening mee moet houden, extra rekening? Ja, nogmaals, dat is aan het medische staf en de technische staf. Die zullen daar zeer zeker goed contact over hebben om ons zo goed mogelijk voor te bereiden voor de wedstrijd die gaan komen dit seizoen. Hoe is het voor jou een wereld van verschil ten opzichte van een jaar geleden, die voorbereiding? Ja, ik kwam natuurlijk heel anders binnen. Toen kwam ik geblesseerd binnen en was ik nog geen contractspeler voor Feyenoord. Ik was eigenlijk gekomen om fit te worden. En dat ging eigenlijk zo snel dat ik daardoor een contract kreeg. En nu ben ik fit en train ik gewoon net als de groep lekker mee. Ja, en dan is straks met wedstrijden ook, dan heb je niet... Ja, die opbouw dat je eerder naar de kant moet. Je kan gelijk vanaf dag 1 knallen. Ja, precies. En dat is natuurlijk een heerlijk gevoel. Om nu gewoon lekker 100% alles te geven. Ja, is het ook fijn dat al die duidelijkheid er is nu al eigenlijk al voordat je aan die eerste trainingsdag begon? Ja, dat ook. Fijn dat ik en heel blij dat ik een contract heb kunnen afdwingen. En voor 2 jaar. En dat ik nu met die gedachtegang lekker een seizoen kan gaan beginnen. En weet dat ik de komende 2 jaar gewoon voor Feyenoord speel. Ja. Jij wilde ook graag een meerjarige verbintenis, hè? Kun je uitleggen waarom? Ja, dat heeft met meerdere factoren te maken. Ik vond dat het vorig seizoen dat het heel goed deden aan het einde van het seizoen. Dus ik wilde graag een langer contract krijgen bij Feyenoord. Om mezelf weer dit jaar te laten zien. En hopelijk ook volgend jaar net zo goed te kunnen presteren als wat ik de laatste maanden deed. Ja, en hoezo dan niet voor 1 jaartje om te kijken wat je daarna dan weer kan? Nou ja, gewoon de vastigheid die wilde ik gewoon hier bij Feyenoord. En ik zit hier heerlijk op mijn plekje met mijn familie. En vandaar dat ik graag 2 jaar er blijf. Een paar jaar geleden, toen was je er niet bij deze club, toen was er zo'n seizoen. Dat moet je hebben meegekregen met die dip van 7 nederlagen op rij. Maar uiteindelijk richtte Feyenoord zich daarna op, wonnen ze de beker en was er binnen die groep zoiets van... Richting volgend jaar, er zit nog meer in het vat. Meer dan we dit jaar hebben gehad. En ik kan me voorstellen dat hoe vorig jaar liep, dat daar best een overeenkomst in is. Met veel sterkhouders die gebleven zijn, waaronder jij. Ja, klopt. En vandaar dat het heel jammer was om te zien hoe vorig jaar eigenlijk geëindigd zou kunnen worden. Maar ja, nu gaan we met z'n allen gaan we weer op nul beginnen. Hopen dat vasthouden wat we de afgelopen maanden hadden laten zien. Maar... je begint eigenlijk gewoon weer op nul. En dat moeten we ook allemaal met z'n allen realiseren. Ja, maar het geeft wel heel veel vertrouwen, denk ik. Dat de dingen die toen aanvankelijk misgingen, het ingespeeld raken op elkaar, veel nieuwe spelers erbij, niet iedereen nog fit, dat heb je nu niet. Ja, dat klopt. En zeker met wat je zegt, de spelers die gebleven zijn. De meerderheid van de spelers die gebleven zijn. Botta die... gelukkig nog op het einde toch nog voor een jaar heeft getekend en ook gebleven is. Dat zijn spelers die we zeker nodig hebben in de selectie. En ja, het is fijn om zo weer met z'n allen. Plus wat nieuwe jongens die met veel kwaliteiten ons komen helpen. Dat we daar vooruit mee kunnen gaan. Het is ook een gek seizoen qua verdeling van wedstrijden. Alle grote wedstrijden, alle zware wedstrijden zijn pas heel ver weg. Pas na januari. Is dat nog iets waar je dan anders op moet instellen? Nee, ik denk dat je eigenlijk elke wedstrijd die je speelt, moet je ingaan om proberen te winnen. Heb je gelijk dat de grote tegenstanders, die krijg je pas later in het seizoen. Maar nou, dat is voor ons nog meer de zaak om elke wedstrijd tot de grote wedstrijden proberen 3 punten te pakken. Eén vraag nog, het is pas pril, die samenwerking, maar er is een nieuwe trainer bijgekomen natuurlijk met Selko Petrovic. Wat voor indruk heb je van hem in die eerste trainingssessies? Iemand die er, net als eigenlijk de trainer, als de hoofdtrainer heel kort op zit, 100% van je verwacht elke training. En
Kon ik in de eerste 3 dagen kan je dat al zien. Dat, het is fris, het is, zit er heel, heel kort op. En ik denk dat we dat met de trainer, dat je dat kon zien vorig jaar, dat we dat nodig hebben voor deze groep. En ik denk dat het alleen maar goed is. Vult hij het heel anders in dan Saïd Bakati, die rol natuurlijk vorig seizoen had? Of zijn er veel overeenkomsten wel qua invulling? Nee, ik kan eigenlijk wel zien dat ze eigenlijk een beetje op dezelfde lijn zitten, ja. Saïd Bakati is natuurlijk wel wat jonger, maar de intensiteit en hoe die de trainingen ingaat, dat is eigenlijk identiek.